En is dat, ja, want soms staat het een beetje luid. Een zeer goede avond, voilà, dat is goed te doen. Namens De Zondag heet ik u van harte welkom op de lang verwachte première van Het Geheugenspel. De nieuwste film, geschreven en geregisseerd door Jan Verheyen en Lien Willaert. En deze film is gebaseerd op het gerenommeerde en de bestseller het boek. Dat heet The Memory Game van het bekende, gerenommeerde Britse schrijversduo Nicky Gerard en Sean French, beter bekend als Nicky French. En ze hebben in de voorbije 28 jaar zomaar even 25 thrillers geschreven. En dit is de allereerste keer, dames en heren, dat een van hun boeken het witte doek haalt. En dat is toch wel bijzonder en is ook te danken aan Jan en Lien natuurlijk. En ze zijn hier samen met de hoofdcast, dus mag ik vragen een warm applaus te geven voor Jan Verheyen, Lien Willaert, Nicky Gerard en Sean French, Anna Drijver, Gert Winkelmans, Louis Talpen, Rick de Wachter en Gilda de Bal. Ja, Jan is nog aan de tuttefrut, zie ik. Is dat dan, hoe vertaal jij dat als echtgenote, als uw man op de première tuttefrutten aan het eten is? Is volledig zichzelf. Op de set is dat ook zo. Die staat altijd aan de cateringtafel. Niet de hele tijd, neem ik aan. Hè. Ik zei het net al, Lien, geschreven. Ah, toch, het wordt precies hier bevestigd. Geschreven en geregisseerd. Het is het eerste boek van Nicky French. Jullie krijgen dat boek binnen, jullie lezen dat. Hoe begin je daar dan aan? Om dat te downsizen naar een script, naar een film van, laten we zeggen, anderhalf uur, min of meer? Goh, er waren heel veel elementen in het boek die we heel tof vonden. En die hebben we zo in fluwelstift aangeduid. En van daaruit zijn we dan vertrokken. Maar een film, ja, je kunt minder personages gebruiken in een film dan in het boek. En ja, er zijn nog een aantal dingen. Het is een boek die geschreven is in 1997, toen er nog amper gsm's waren. Dus nu wel. Een aantal veranderingen. In het boek is er bijvoorbeeld een lange scène tussen twee mensen. Geen spoilers, hè? Nee. Film moet nog komen, hè? Oké, ja, we luisteren. Waarvan dat je niet weet, alleen waarvan dat je denkt van, ah, die twee zijn in gesprek. En helemaal op het einde heb je daardoor van, oeh, dat waren niet die twee die aan het praten waren. Maar ja, dat kan je bijvoorbeeld niet doen in een film. Dus ja, er zijn wel een aantal dingen dat je moet iets voor verzinnen. We weten van Nicky en van Sean dat samen schrijven, ja, dat gebeurt zo van, we geven een hoofdstuk aan elkaar door en dan herschrijven we dat. Dat ligt soms gevoelig. Mensen zeggen, ik heb dat geschreven en daar mag niet aangeraakt worden. Hoe was dat met bij jullie twee? Voor de adaptatie van het scenario liep dat merkwaardig gelijk. Dus je verdeelt de scènes en dan geef je dingen aan elkaar door. Dan wordt er wel eens pittig gediscussieerd. En zo kom je uiteindelijk dan tot wat dan uiteindelijk nog eens evolueert tot het shootingscript. Dus dat is eigenlijk vrij soortgelijk qua aanpak. En ik hoor daar ook een toon van, in tegenstelling tot op de set, of niet? Zo, het schrijven ging goed hoor, en daar komt precies nog een maar achter, of vergis ik mij? Ja, natuurlijk komt er een maar, omdat het schrijfproces is, ja, dan zit je thuis. Ongeacht welk weer het buiten is, je schrijft. Van zodra je op een fysieke set terechtkomt, ben je afhankelijk, of toch gedeeltelijk afhankelijk, van een heleboel externe factoren. Zoals het weer, je bent dan aan het draaien en plotseling begint drie velden verder iemand met een heel luide pikdorser rond te rijden, die je dan moet gaan laten stilleggen. Dus er zijn gewoon heel veel factoren die je niet controleert. Dat is het geweldige aan schrijven, hè? Je doet maar, hè? Alles kan. It's very easy, write it all down and then somebody else has to make a film out of it. Yeah? You know, that's what I'm saying, basically. Het is een ander creatief proces, maar ik vind dat ook heel tof. Hè? Ik hou van de georganiseerde chaos van zo'n set. Ik hou van zo'n enorme bende mensen die elke dag opnieuw daar dan komen. En op het einde van de dag ga je naar huis met een aantal scènes. En helemaal op het einde is dat dan ook een film. Ik vind dat nog altijd verbazingwekkend. En is dat dan nu zo, die film loslaten? Want ja, je gaat al een paar jaar mee, etelijke jaren mee, en dan moet je die zo loslaten aan het grote publiek, zoals ze zeggen. Is dat nog altijd even spannend? Dat wordt makkelijker, omdat in de loop der jaren leer je natuurlijk van, nu is het niet meer van ons, nu is het van het publiek. En als die publieksreactie fijn is, als er veel mensen komen kijken, doet dat natuurlijk deugd, maar dat neemt niks af van
de trots en de voldoening die we nu voelen van het gemaakte hebben. Dus je probeert dat voor een stuk van elkaar los te koppelen. Maar ik ben wel een competitief en resultaatsgericht iemand. Dus die kijkcijfers zijn belangrijk. Dus vertel het verder. Als je het goed vond, vertel het verder. Hoe zeg je dat? Vertel het goed als je het... Nee, vertel het verder als je het goed vond. En je hebt dat een keer gezegd. En zwijg vooral als je het niet goed vond. Zoiets? Ja, ja, ja. Want wij kijken ook naar die sociale media. We weten waar u woont. En wij sturen Erik Groens op u af. Oké, dat gaan we onthouden. Nikki en Sean. You've written more than 25 novels. Why did it take 25 years that one of your novels is being adapted to the big screen? I don't know. There's always been. I mean, anyone who knows about the relationship between books and films knows that there's always a big struggle to get. You know, often people say they're going to make it and it falls through at the last moment. So we've had some ones made into TV films, but this. There feels something very, very appropriate now at this moment that our very, you know, our first book is the one that's made. Also, that's been done here, which is where we've come so often, and we've got such a warm relationship with readers in Belgium and the Netherlands. Were you surprised, Nikki, that the first novel was being adapted? I mean, very surprised, and of course. Changes have to be made to transpose it into the... Because it was published in 1997, like we heard before. It was published in 1997, and it was the birth of Nikki French, if you like. It was our kind of our first venture into writing together. So, yes, surprised. And there are things that have to be changed because time has passed. But actually, the kinds of things that Nikki French writes about it, you know, betrayal, distrust, kind of not knowing the person that we're closest to, the terrible things that go on in apparently happy families, the terrible things that go on in relationships, those things, unfortunately, they never date. Okay. Well, absolutely. Thank you very much. And I give it to the hoofdrolspelers, Anna. Jij bent, mag ik zeggen, bijna zo populair als in Nederland. Hè? Want je hebt gespeeld in Undercover, dat heel veel mensen gezien hebben, naast Tom Waas. Morgen of zo gaat de serie in première Knock-Off. Ja. Over ja, jongeren die een zomer spenderen in Knokke, denk ik. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Als jij kiest voor een filmrol, waarop baseer je dan? Het materiaal, het script altijd en als eerste en daarna de mensen die het maken. En bij dit was het verhaal, omdat het gebaseerd is op het boek, al heel gelaagd. Goede karakters, goed plot. En al is het langer geleden, het plot staat gewoon goed. Dus als je het uitgelezen hebt, dan weet je vast niet meer hoe het nou zat, wie het nou gedaan had. Dus dat is heel goed. En ten tweede de mensen, dus wie maakt het? En ik had een gesprek met Jan en Lien. En toen dacht ik, ja, dit is leuk. Dit wil ik doen. Ja. Fijn. Jij speelt de echtgenote van deze topper. Dag Gert. Ja, Gert, je hebt de laatste jaren veel toneel gedaan. Je hebt een series gespeeld voor een langspeelfilm. Moeten we terug naar Windkracht 10. Heb je het gemist om op de set te staan van een filmset? Want dat is toch nog anders dan voor televisie draaien? Ja, gemist. Ja, uw leven loopt. Het leven neemt soms rare bochten. En elke bocht die zich aanbiedt, die neem je. Dus het is ook zo. Maar ik ben wel heel ontzettend blij dat ik terug in het medium film mag meedraaien. En dat, absoluut, zeker en vast. Ja, want het is ook een langere periode. Het is intenser, want jullie hebben ook heel veel in Nederland gedraaid met vooral een Nederlandse ploeg. Dus ja, dan leef je bijna samen. Hè? Ja, absoluut. Het is een korte tijdspan. Hè. We hebben gedraaid in september en oktober. Voor veel mensen, ik weet niet of jullie dat weten, dat is niet zo bijzonder lang. Het is 29 dagen. En we hebben uitsluitend in Nederland gedraaid. Maar het was een set. Soms heb je het geluk dat je met een groep mensen werkt, zowel crew, maar daar komt ontzettend veel mensen bij kijken. Producenten, alle mensen van het productiehuis, cast, mensen van licht en geluid.
En het was van dag één dat wij daar allemaal unaniem een onwaarschijnlijk goede klik mee hadden. En dat is een cadeau. En dan, and I'll talk in English now. And we had the luck to get to know the beautiful couple, Nikki French. They came to visit us on the set, and they're such a lovely people. And it was a big gift to be in this movie. Het was een speciale ervaring dat ze eens even langs de set kwamen. twee regisseurs, het is mijn laatste vraag, het spijt me, want we moeten alweer vertrekken. Twee regisseurs op een set, dat kom je niet vaak tegen, hè? Nee, zeker niet. En het zijn ook niet de minste regisseurs. Jan heeft natuurlijk zo'n grote rugzak aan ervaring, dat je natuurlijk als acteur zegt van oké, met deze mensen wil ik heel graag samenwerken. En dan neemt hij plots die fantastische extra persoon mee, die dan nog eens heel aangenaam is om mee te werken op sets, die eigenlijk ook zo'n fijne input geeft voor ons als acteurs. Ik kan alleen maar zeggen dat we heel blij waren als acteurs, elke dag opnieuw op set. Ja, het is ook gewoon fijn om een film te kunnen draaien. En als het dan nog eens met fijne mensen is, des te beter. Mag ik jullie van harte bedanken, Gilda en Vic. Het gesprekje is voor straks, want we moeten van start gaan. Want we hebben, ja, zo gaat dat in Vlaanderen. Dan gaat dat in verschillende zalen meteen in de première. Dus jullie mogen al gaan. Ik wil jullie een bijzonder fijne, uiteraard met een warm applaus. Ik wens jullie een bijzonder fijne kijkervaring. En zoals ik daarnet zei, als u de film goed vond, vertel het vooral verder. Dan kunnen we nog vele films draaien in de toekomst. En ik hoor het niet te zeggen, maar ik ga het toch doen. Check nog even of dat de gsm uitstaat. Dat is aangenaam voor iedereen. Bedankt en nog een fijne avond.